Hey, super! Jij hebt zojuist een aanvraag gedaan voor een intake met een coach van Isapower. Wat ontzettend knap en goed van jou. En in deze video vertel ik je eerst iets over Isapower en onze missie en visie. En ik leg je graag ook uit hoe onze intakeprocedure eruit komt te zien voor jou. Mijn naam is Isabelle Plasmeijer en in 2013 heb ik Isapower opgericht. Ik was toen zelf al jaren hersteld en ik wilde echt vanuit mijn passie anderen gaan helpen, ondersteunen. Want als ervaringsdeskundige weet ik hoe moeilijk het is om in die visueuze cirkel vast te zitten en om die visueuze cirkel te doorbreken. Dus sinds de start was het daarom ook mijn missie om mensen met eetproblemen of eetstoornissen, hoe je het ook noemt, om hun te inspireren, stimuleren en activeren. Ik wilde mensen helpen om krachtiger en gelukkiger in het leven te leren staan. En ik wist dat daar veel meer voor nodig was dan alleen maar de gewone gesprekken. En er is veel meer voor nodig dan alleen maar het eetgedrag herstellen. Dus wij willen mensen echt inspireren, door middel ook van het geven van workshops, events en natuurlijk onze 1-op-1 begeleiding en coaching. Sinds de start heb ik mezelf ook continu doorontwikkeld en opleidingen gevolgd en cursussen. En ook de coaches in mijn team zijn net zo bevlogen, enthousiast, professioneel en gepassioneerd als ik zelf. En dan nu iets meer over de intake. Want nadat jij een aanvraag hebt gedaan via onze website, dan komt deze binnen bij onze supportafdeling. Jouw aanvraag wordt diezelfde dag nog opgepakt. Onze supportafdeling neemt dan vaak direct dezelfde dag nog contact op met een coach uit jouw regio. En zij checken dan meteen of de coach in jouw regio ruimte heeft om de intake met jou te doen. En omdat we het jou dus zo gemakkelijk mogelijk willen maken, word je dus ook doorverwezen naar een coach uit jouw eigen regio. Maar we kijken daarbij ook naar jouw leeftijd en jouw eetprobleem. Want onze cliënten zijn tussen de 8 en wel 70 jaar oud. Want ja, een eetstoornis kan natuurlijk iedereen overkomen. En het kan zijn dat dit je eerste keer hulp is, of misschien heb je al meerdere keren hulp gehad. Hoe dan ook, als je iets ouder bent, dan is het natuurlijk fijn om met een coach te praten die ook iets meer levenservaring heeft en die meer aansluit bij jouw behoeftes. Maar wat voor coach jij ook krijgt, alle coaches zijn ervaringsdeskundigen en professioneel opgeleid tot coach of therapeut. De coach zal zo snel mogelijk contact met jou opnemen en vaak is dat al binnen 2 of 3 dagen om die intake met jou te plannen. Het kan zijn dat je een e-mail krijgt of dat je gebeld wordt. En omdat we geen lange wachttijden hebben, kan de intake vaak al binnen 1 of 2 weken na de aanvraag plaatsvinden. En dat is natuurlijk heel fijn, want nadat jij het dappere besluit hebt genomen om hulp te nemen, wil je vaak eigenlijk direct ook aan de slag. Voordat jij naar je intake gaat, vragen we jou om een anamnese in te vullen. Dit is een vragenlijst om jou beter te leren kennen. En deze vragenlijst geeft ons hele waardevolle informatie over jou en jouw eetprobleem, maar vooral ook wat jouw wensen zijn, wat je van ons verwacht en wat je hoopt. Het geeft ons ook de mogelijkheid om het gesprek goed voor te bereiden. En zodat de coach met deze informatie aan de slag kan. Nou, voor nu hoef je dus nog niks te doen. Je wacht gewoon tot je gebeld wordt of tot je een e-mail krijgt. En dan kun je aan de slag met de anamnese. De coach zal deze anamnese, deze vragenlijst, goed voorbereiden. Zodat jullie in het gesprek direct ook de diepte in kunnen. Want dat is fijn, want dan kun jij jouw coach direct beter leren kennen. En het intakegesprek is geheel vrijblijvend. Dus dat betekent dat jij zelf mag kiezen of jij wilt starten bij ons. Jij bepaalt. En mocht je willen starten bij ons, dan bepaal je samen met de coach hoe de komende periode eruit komt te zien. Misschien wil je wel aan de slag met een van onze unieke programma's. Misschien wil je wel een heel intensief coachprogramma. Of misschien heb je wel een aanvraag gedaan omdat je op zoek bent naar nazorg. Dus je kunt vaak al de week daarop direct starten met jouw eerste echte coachsessie. Ik ben blij dat je deze video hebt bekeken en ik wens je heel veel succes en plezier tijdens jouw intake.